Dus we hebben nu geleerd dat een plant al kan onderscheiden. Zwaartekracht, nou, is leuk als je onder de grond zit. Maar later, als ik groot ben, dan moet ik vooral naar het licht toe groeien. Nu zie je dus dat een plant voortdurend aan het denken is. Waar zitten de ogen van een plant? De Universiteit van Nederland presenteert plantenfysioloog professor Dr. Michel Haring. Tja, waar zitten de ogen van een plant? Als je als plant begint als zaadje, dan zit je meestal onder de grond. Dus heb je niet zoveel aan je ogen. Maar altijd als een zaadje kiemt, en daar hebben we een klein filmpje voor wat op de achtergrond zal meelopen. Altijd als zo'n zaadje kiemt, komt eruit een scheutje waar uiteindelijk de bladeren uit ontstaan en een wortel. En wat je ook doet, de wortel gaat naar beneden en het scheutje gaat omhoog. Maar dus dat kleine zaadje, zodra die water heeft en hij kiemt, dan kunnen we meteen al constateren, het zaadje weet wat boven en onder is. En de wortel weet, ik wil naar beneden en ik groei ook naar beneden. En het scheutje weet wat boven is en groeit ook naar boven. Nou, heel eenvoudige vraag, heel eenvoudig antwoord. Hoe weet dat zaadje wat boven en onder is? Heel goed, zwaartekracht. Dat is heel simpel, dat antwoord, want wij weten wat zwaartekracht is. Dat zaadje heeft dat ook op de middelbare school gehad, tijdens zijn groeiperiode. Zwaartekracht, oh ja, zo zit dat. Hoe nemen wij zwaartekracht waar? Nou, we hebben een evenwichtsorgaan met daarin allerlei kleine steentjes, zal ik maar zeggen, die bewegen en die geven signalen door aan de hersenen, zodat wij weten wat boven en onder is. Ja, zou dat in dat zaadje ook zo gebeuren? Nou, nee, is het hele duidelijke antwoord. Dank jullie wel. Er zitten geen hersenen in, maar wat er wel in zit, is cellen die inderdaad in staat zijn om boven en onder waar te nemen. Nou, als je daar een plaatje van maakt en je kleurt cellen, in dit geval in een worteltipje aan, dus dit is een puntje van de wortel, en die is aangekleurd met jodium, en wat je dan ziet zijn blauwe korreltjes, en dat zijn zetmeelkorreltjes. Nou, in ons gehoororgaan, in ons evenwichtsorgaan zitten geen zetmeelkorreltjes, maar iets anders. Maar planten hebben dus een evenwichtsorgaan dat bestaat uit zetmeelkorreltjes. Dat zijn die korreltjes die je daar in die cellen ziet liggen. En op het moment dat dat zaadje gaat kiemen en er ontstaat een wortelpuntje en een scheutpuntje, dan zie je dus dat die korreltjes die gaan in een bepaalde richting liggen. En je kunt je voorstellen dat als het zaadje scheef ligt, dan liggen de korreltjes ook scheef. En dan weet die cel, ik lig scheef. Dat kunnen jullie je allemaal voorstellen, dat die cel dat weet. Nou, hoe weet een cel überhaupt iets? In dit geval, hoe regelt hij dan dat er op gereageerd kan worden? Dus dit zijn de korreltjes, de zintuigen. Daarmee kan een plant boven en onder van elkaar onderscheiden. Maar hoe vertaalt hij dat in een reactie? Nou, als je daar een tekeningetje van maakt, dan ziet dat er een beetje obsceen uit voor de kijkers rechts. Links is een wortel die naar beneden groeit en daar zitten de korreltjes ook onderaan. Die cellen kunnen een signaal doorgeven aan de rest van de plant met behulp van een groeihormoon. Die geven een signaal door, ik zit onderin, het groeihormoon moet gelijk verdeeld zijn aan de linkerkant en rechterkant, dus ik groei recht naar beneden. Op het moment dat het wortelpuntje horizontaal ligt, dan zakken de zetmeelkorreltjes naar beneden en wordt er een signaal gegeven, aan die kant moet je meer hormoon ophopen. En dat zie je hier dus aan de onderkant, wat meer blauwe puntjes. Aan die kant zit meer van dat hormoon. En in een wortel betekent het meer van een hormoon aan die kant, dat je minder groeit en dat de bovenkant meer groeit. En voilà, je groeit naar beneden. Dus zo eenvoudig kan een plant dus boven en onder waarnemen. Nou, de slimmerikken in de zaal steken meteen hun hand op en zeggen, ja, maar hoe zit het dan met dat scheutje?
Nou, er zit geen slimmerikje in de zaal, want er steekt niemand zijn hand op en had die vraag ook echt niet gesteld. Want dat scheutje ging omhoog. En als ik nou verklap dat precies in dat scheutje hetzelfde gebeurt, dat ook dat hormoon zich ophoopt aan de kant van waar de zwaartekracht zit. Nou, dan ben je meteen helemaal in de war. En dat is iedereen die biologie studeert. Want eerst leer je, waar de hormonen zitten, daar remt het de groei. En dan zegt hij, ja, maar in het scheutje is het anders. Precies op zijn kop. Dus de plant kan ook nog eens een keer in zijn weefsel onderscheiden hoe hij daarop moet reageren. Maar het hormoon is uiteindelijk richtinggevend. Ja, dan kom je als scheutje boven de grond. En nou, dan is het gezellig in het bos en je kunt alle kanten op. Maar in het bos heb je heel veel schaduw en je was afhankelijk van het licht. Dus wilde je graag naar het licht toe groeien. En daar hebben we ook een filmpje van maiszaailingen in een kommetje. Die staan in het donker en het enige lichtpuntje is het lichtbolletje in het midden. En als je goed opgelet hebt, dan zag je dat ze eerst met z'n allen naar die lichtbol toegroeiden. Alsof ze het vereerden van, daar moet ik zijn. En op het moment dat het licht uitgaat, het lichtlampje uitgaat en het gaat in de zaal eromheen aan, dan zie je meteen dat ze overeind gaan staan en rechtop groeien. Blijkbaar kunnen dus deze kleine zaailingen van mais kunnen het licht zien. Want ze groeien er naartoe. Nou, dit is een van de eerste observaties die al gedaan werden 16e, 17e eeuw, maar Darwin schreef erover. En men vroeg zich af, hoe kan dat in hemelsnaam? Hoe kan die plant dat waarnemen? Waar zitten de ogen van de plant? De vraag waarmee we begonnen. Nou, dan moet je een aantal proeven doen. En de meest voor de hand liggende proef die Darwin gedaan heeft, maar ook Frits Wendt uit Utrecht. Een heel simpel proefje. Je hebt net ontdekt, als het licht van rechts komt, dan groeit dat zaailingetje, dat kopje groeit naar rechts toe. Nou, waar zitten zijn ogen? Dan ga je zeer brute experimenten doen. Je hakt gewoon het topje eraf. Tjaka. En wat blijkt? Hij groeit nog steeds door, maar hij gaat niet meer naar het licht toe. Dat suggereert dat het inderdaad daarin zit. Een iets elegantere manier is dat je er gewoon een dopje op zet. Zo wordt het donker en dan blijft hij ook gewoon omhoog groeien. Dus in dit geval kun je zeggen van kijk, de ogen van dit kleine zaailingetje, die zitten daar ja, in dat topje. Nou, dan denk je van goh, dat is leuk. Dus altijd zit in dat topje de ogen. Nou, als ze wat ouder worden, dan wordt het anders. Ik heb hier het voorbeeld van twee tomatenplanten. De ene plant die heeft gewoon rechtop gestaan. En de andere die heb ik zo neergezet. En je ziet, die heb ik voor het weekend zo neergezet. Je ziet dat deze driftig probeert omhoog te groeien. Dus ook als planten wat ouder worden, zien ze nog steeds wat licht is en wat boven is. Nou, wat je hier ziet is dat in dit geval gaat hij naar het licht toe. En dat is best een interessante gebeurtenis. Want ik had jullie net verteld dat dat scheutje altijd van de zwaartekracht afgroeide. Dus we hebben nu geleerd dat een plant al kan onderscheiden. Zwaartekracht, nou is leuk als je onder de grond zit. Maar later, als ik groot ben, dan moet ik vooral naar het licht toe groeien. Dus hij krijgt nog steeds die zwaartekrachtprikkel, maar hij kan die onderdrukken en zeggen van nee, ik moet naar het licht. Nu zie je dus dat een plant voortdurend aan het denken is. Misschien dat dat wat meer respect opbrengt als je iets tussen de tegels weghaalt. En dat brengt me meteen naar de volgende stap, want alles wat wij van deze plantenhormonen geleerd hebben, dat zetten wij natuurlijk ook meteen in, ten goede en ten kwade. En het hormoon auxine, waar we het hele tijd over gehad hebben, is ook synthetisch gemaakt en dat heeft een prachtige naam gekregen, Agent Orange, en is gebruikt in Vietnam om alle bossen daar te ontbladeren. Want je kunt je voorstellen, als je van de buitenkant dat groeihormoon aanbiedt, dan raakt die plant volledig in de war. En als je maar genoeg aanbiedt, dan gaat hij vanzelf dood. Nou, dat is wat je dus ook kunt doen met dit soort kennis. Nou, jullie zien dat ik allemaal helemaal enthousiast word van hormonen. Het gaat helemaal door mijn lijf heen jagen. En er zijn eigenlijk 5 plantenhormonen waar ik het vandaag over zou willen hebben. Maar dat is mij verboden. Dus hou ik het bij 2. Dus de 5 hormonen die we hebben, daar zijn er 4 van
Nou, daar kun je eigenlijk dezelfde verhalen van vertellen als auxine. Dat zijn allemaal oplosbare stoffen, die gaan door die plant heen. Die hebben een bepaalde werking. En één daarvan is een uitzondering en dat is een gas. Het gas ethyleen. Dat kennen jullie ook vast allemaal. Ja, goed zo. Jullie zijn erg goede studenten. Ethyleen is betrokken bij een aantal processen. Nou, eentje kennen jullie in ieder geval wel van de praktijk. En dat is rijping van vruchten. Vroeger was het zo, dan kocht je de tomaten onrijp. En dan moest je er een banaan bij leggen in een doosje. En dan kreeg je pas lekkere, rijpe tomaten. Want die banaan die was van zichzelf al aan het rijpen. En wat maakte die nou? Het hormoon ethyleen. En dat is een gas, dus als die tomaten naast lag, begon die ook te rijpen. En zo kenden wij allemaal het gas ethyleen, ondanks dat we niet wisten wat het was. Ook is het het hormoon wat bij veroudering een rol speelt. En dat is het volgende plaatje. Hier ziet u wat er gebeurt als u rozen bij de veiling in Aalsmeer koopt en die in een potje zet, of in een vaas zet. En aan de ene kant, aan de rechterkant, daar ziet u, daar hebben ze een zakje spul van de bloemenboer erbij gedaan. Ik zal geen reclame maken. En die blijven veel langer overeind staan. En nou dacht je van, oh, die hebben veel meer voedsel, die kunnen veel beter groeien. Maar niets is minder waar. Daar zit zilvertiosulfaat in. En dat remt de werking van ethyleen. En zo blijft zo'n plant dus veel langer goed. En zie je dat ook in de praktijk, wij weer gebruik maken van dat soort kennis van hormonen. Nou, ik kan hier de hele dag naar kijken. Het leukste is dat degene die overeind blijven, dat die zoveel water drinken. Dat zag ik dat u dat zag, ja. Hè? Dat is dus leuk. Hè? Je kunt ermee rijpen, je kunt ermee verouderen of verouderen tegengaan. Maar het is ook het hormoon wat voor planten de verwonding alarmeert. Dus het roept als het ware, help, ik ben verwond. En een van de leukste anekdotes die daarbij horen, vind ik zelf een plaatje wat hierbij hoort, is een verhaal uit Zuid-Afrika, waar giraffen aan acacia zitten te eten. En behalve dat ze dat aan de bovenkant eten, zie je ook altijd dat die giraffen in kuddes eten. En altijd met z'n allen tegen de wind in langs die acacia's lopen. Want wat wil het geval op het moment dat zo'n giraf aan zo'n plant gaat zitten vreten, komt ethyleen vrij, een gasvormig hormoon. Alarmhormoon, zei ik net. En jawel, die bladeren beginnen allerlei gifstoffen te maken. Nou is dat niet meteen instantaan, dat duurt wel. Nou, 10 minuten, 20 minuten, half uur. Dus je kunt daar als kudde rustig die acacia zitten afvreten, maar daarna moet je ook wel verder lopen, want dan gaat die steeds bitterder smaken. En als je pech hebt, ga je er nog aan dood ook. Dus het is handig dat iedereen tegen de wind in naar de volgende boom loopt. Want als je met de wind meeliep, dan gingen al die gassen mee naar de volgende boom. En dan stond je jezelf dus een beetje buikpijn te verzorgen. Nou, dat is dus ook leuk om te zien dat op die manier planten met elkaar kunnen praten. Nou, in dit college heb ik dus laten zien dat planten kunnen zien. En planten kunnen voelen. In ieder geval wat boven en wat onder is. En als je me wat betreft die acacia's gelooft ook dat ze kunnen ruiken. Dus planten zijn ontzettend interessante partners, maar praten ze ook met ons? En dat gaan we in het volgende college bekijken.